Laat ik beginnen met inderdaad al die vrijwilligers te bedanken. De mensen van de Oranje Vereniging, alle mensen die vandaag alle kaartjes en zo bemannen. Maar ook alle deelnemers aan de Vrije Markt, alle mensen die bij de spelletjes staan. Ik heb heel veel zin in vandaag en ik wens jullie allemaal een hele fijne, gezellige dag toe. Dankjewel. Wat gaat u nu doen, meneer? We gaan een rondrit maken. Dat doen we jaarlijks met de oldtimers die zich vrijwillig aanbieden. En dan maken we een ronde hier door de Wollevelden natuurlijk. De kop van Noord-Holland. En dat doen we. Ik doe het al voor het 30ste jaar. Uit de hele omgeving. Uit Noord-Holland. Hè. Ja. En u bent dan Berg aan Zee geweest vanmorgen? Ja, vanmorgen doen we altijd eerst de notabelen. De notabelen, dat doen we al jaren. Dus de burgemeester en wethouders brengen we dan naar Bergenzee toe voor de dagopening. Dit is het lied van de koning. Hij is jarig en het hele land vindt feest. Het leukste feest voor de koning. En hij zelf geniet het allermeest. Vanochtend werd hij wakker. Van zo'n ontbijtje wordt de koning erg blij. Het is het lied van de koning. Hij is jarig en het hele land vindt feest. Het leukste feest. Nog meer doen vandaag? Ik weet niet. Geld verdienen. Ja? Geld verdienen. Geld verdienen? Ja, zeker wat kopen en het meeste geld verdienen. Ja. En geen spelletjes doen op de stationstraat straks? Ja, wel dat wel, ja. Ja. Veel plezier dan. Ja. U ook. Doei. She helped the desk. I hear my voice. I hear that sound. Like I got the eye of the tiger on fire. Dancing through the fire. Cause I am a champion. Oh, running in the deep. And my heart is set in your hand. Did you play? Did you play? Meneer, hoe is Koningsdag hier in Bergen? Ja, hartstikke gezellig. We waren vorig jaar ook al hier, was hartstikke leuk. En we zijn net aangekomen en nu weer hier. Leuk spelen voor de kindjes en zo. Dus je komt hier niet vandaan? Ja, ik kom uit Alkmaar. Alkmaar is ook leuk, toch? Is ook leuk, maar dit is, we hebben het idee dat het hier meer voor de kindjes is. Ik vind het hier gezellig. Meer voor de familie. Ja, leuke spelletjes en gemoedelijk. Ja, zwaan gaan we maken en ik weet niet of ik hem weg ga geven, maar anders ga ik hem op mijn kamer hangen, gewoon aan het plafond. En als ik hem weg ga geven, geef ik hem aan mijn tante en die doet hem dan op de babykamer, denk ik. We hebben de tent opgezet, het podium opgebouwd en alle spellen neergezet voor de kinderen. En dus alles draait. Heel veel gezelligheid, heel veel mensen. En het weer is goed, dus voor ons hebben we geen klagen. We hebben geprobeerd nieuw leven in te blazen, ook na de corona natuurlijk, dat er dingen allemaal niet doorgingen. Dus dan is het toch leuk dat dit allemaal weer opgepakt wordt. Wij zijn voornamelijk lid van de Keep the Rolling.
En wij hebben deze voertuigen hebben wij, in eigen onderhoud. En wij zijn gevraagd voor deze dag om samen met de kinderen een klein rondje te rijden. Om een lach op hun gezicht te toveren. Nou, wij vinden het leuk dat mensen dit weer neerzetten. En dat ze voor het dorp weer een evenement willen neerzetten. En wij zijn dan een groep uit, met mensen uit Echt van de Zee. Die interesse hebben in de voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en de historie. Wij hebben de voertuigen gerestaureerd. We onderhouden ze zelf. Er gaat een hoop tijd in zitten. En wij vinden het leuk om nu voor mensen en geïnteresseerden en voornamelijk de kinderen om die een rondje te laten meerijden. Zodat ze beleving krijgen hoe het, nou ja, met voertuigen, dat het niet zo comfortabel is als tegenwoordige auto's. En ja, dat het toch even goed na 80 jaar nog steeds rijdt. Ja, ik probeer een beetje Egmond te promoten met mijn kalenders. Zowel verjaardagskalenders als gewone kalenders. Ja, en dan probeer ik eigenlijk de mensen een beetje te wennen met alle beelden die ik hier maak. En dat is eigenlijk wat ik doe. Ze zijn verkrijgbaar op de braderieën, de markten, de kunstmarkt. En op de Facebook-site De Zee. Wie maakt ons los? Kleding te koop. Welkom Koningsdag 2023. Die al een idee hebben voor volgend jaar, omdat ze hier rondlopen en denken, goh, dat zou wat zijn. Kunnen ze zich nu al melden of moeten ze nog even wachten? Ja, mensen kunnen zich melden bij Koningsdag Egmond aan Zee. Kunnen ze een mail sturen of via de Facebookpagina. En dan kunnen we die mensen te woord staan, dus dat is geen probleem.